Ja, lieve vrienden, we zijn dus ook weer, zoals jullie hebben mogen meemaken, de kleine zwaantjes kunnen zien zwemmen. Wat lief, wat aandoenlijk. Ja, en dat ik ben bij mijn nicht geweest, nou ja, dat wordt gewoon niet gevlogd, simpel. Maar dat ik weer wegging, ik hoorde een alarm op mijn mobiel gaan, dus ik keek en toen bleek dat heel dichtbij haar om de hoek te zijn. En aangezien dat ik toch die kant op ging, heb ik daar eventjes gestaan en ik hoorde al de sirene gaan. En ja hoor, daar kwam die aan, de brandweer. Ik denk, ja, wie weet, kan ik helpen, weet je? Je weet me nooit. En ik weet niet of dat op de floor, op de GoPro staat. Want dat ik wegreed, was die gelijk ook vol. Oftewel leeg, de batterij. Dus ja, ik weet niet of het erop staat, ja of nee. Maar in ieder geval... De brandweerwagen die kwam, maar hij is met ongedane zaken weer weggegaan. Dus ja, kan je niks aan doen. Zo is het nou helemaal, vooral bij zo'n soort huis waar mensen wonen die ja, niet geestelijk helemaal meer in orde zijn. Oude mensen, ja, met verstand op nul, zeg maar. Dan heb je dat wel eens. Dus ja, die zijn met ongedane zaken weer teruggegaan. Dat ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie avond, want het is 6:30, zegt die klok. En wat zegt de computer? 18:32. Dus ja, ik ga deze zo meteen eten geven en mezelf. En dan moet ik alles weer op de computer zien te krijgen en alles weer uitzoeken van wat moet eerst, wat komt dan. En we zullen dan wel beleven. En ik ben, ja, ik vond het zo lief. Die kleine zwaantjes, ik kan er niet genoeg van krijgen. Nee, ik vind het altijd weer mooi, zoiets. Hè? Ja, mijn vrouw is natuurlijk weer blij. Want ja, die ruikt aan mij een ander hondje. Want mijn nicht heeft ook een hond. En dat is nog een wilde bras eigenlijk. Want die is speelsig en doenerig. En ja, ze hoort eigenlijk heel klein. En ik vind eigenlijk zo'n soort hond daar niet kunnen. Maar ja, wie ben ik? Ze kan dan beter bij wijze van spreken Frodo daar hebben, omdat die rustiger is dan die hond. Maar ja, die hond moet ook alles leren, luisteren, etc. Hij is ook speelser nog. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Het is haar hond en ze moet het zien te beredderen. En dus. Maar oké, ik zou zeggen geniet van jullie avond en voor later wel trusten. Slaap lekker met mooie dromen. Morgen uiteraard gezond uit je bed komen. Voor degenen die naar de kerk gaan. Een hele fijne, liefdevolle, warmte kerstdienst. Ja hoor, dat midden in de zomer. Nou ja, kerkdienst. Ja, kerstkerk, ja. Kerkdienst gewenst. En tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, doei doei!